Nou, dat is best een goede vraag eigenlijk. Ik denk dat mijn liefde voor taal er eigenlijk altijd wel was. Dat ik de combinatie van poëzie en de openbare ruimte, dat heb ik eigenlijk zelf omarmd. Ja, ik vond het ook een hele grappige aansluiting op mijn werk, inderdaad wat Maarten zegt, dat jij dingen wilt vereeuwigen. Ik heb altijd een oma gewild die mij een doosje met sieraden zou nalaten en dat was er niet, dus ben ik het zelf gaan maken. Waar ik altijd naar streef in mijn werk is het weergeven van persoonlijke gedachten. Zo, en dan denk je, ja, maar dat is mij ook overkomen. Waar jij het over hebt, dat is wel waar ik naar probeer te zoeken. Ja. Ja, het verhaal komt eerst. Ja, nee. Dus de Photoshop was voor mij gemaakt. Dus ik had met fotografie weinig op. Als fotograaf, maar als kunstenaar was ik heel interessant in de kunstwereld. Ja. Ja. Want je laatste gedicht moet altijd het beste zijn. Ja. De enige boodschap die ik heb bij Jorien is, kijk naar haar, vind haar raar, want dat is ze ook. Lach met haar, maar lach er niet uit. Het heeft te maken met de schoonheid van iets inzien, wat andere mensen misschien niet zien. Nou goed, die kruising was ik op het hangen en toen gebeurde ook van alles. En toen heb ik een mooi gesprek gehad met iemand van boven. Althans, van hierboven de verdieping. Dan beloof ik je, dan stap ik uit de zandbak. Ja. Als je iemand in zijn hart kan prikken, dan ben je volgens mij als kunstenaar geslaagd. Weet je? Het gedicht heet De Stilte van de Zwaan. Dankjewel, Jorn Polman, Maurice Bakhuis, Alex Marx en Maarten van den Berg.